Yo, Nintendo fans! Hallo! Piet wil elke keer zijn shine, jongen. Anyway, we zijn weer in Paper Mario The Origami King en we moeten terug, want we hebben Professor Toad ontmoet en die wil gaan reizen. In de Submarino, dus in de onderzeeën. Maar eerst ben ik even benieuwd wat er gebeurt als we deze grote Koopa Paratroepen gaan proberen te verslaan. Hallo, kom eens. Ja, kom maar. Oké, chill. Oh, wow, oké, dit is nogal een klusje, denk ik. We moeten denk ik op tijd hem soort van opwachten en dan op tijd met die hamer slaan. Hallo? Kijk, nu ben ik hier, dan komt hij aan en dan moeten we... Oké, ja, dan moeten we dus op tijd slaan. Nu was ik een klein beetje te laat. Kom maar, ik ben hier. Hallo? Ja, kom maar. Iets meer tijd, iets meer afstand en... nu was ik net te vroeg. Potverdorie. Oké, kom eens. Nog een keer. Bam! Ja, kijk, die was lekker. Nu zijn zijn vleugels er denk ik af. Ja, top. Oké. Kunnen we hem pakken? Ja, we kunnen hem zeker pakken. Kom maar. Ja, goed zo. Braaf Koopa Paratroepatje, jongen. Oh, alleen snippers? Ja, alleen snippers. En door. Let's go. Door de buis. Jazeker. Want we moeten naar het museum en daar zijn we nu gelijk in beland. En als het goed is staat de Submarino gelijk hierboven. Eventjes. Door dit buisje. Kijk, daar staat hij al. Hallo. Heb jij toevallig kapitein Toad gezien? Ze hebben weer een aantal nieuwe stukken binnen. Ja, oké. Maar het gaat mij vooral om deze boot. Want dit is het eeuwenoude vaartuig van de legendarische Captain Toad. Nou, dan gaan we die kapitein Toad eens even opzoeken. Maar eerst ga ik eens even kijken in de accessoire winkel of ze nog mooie accessoires voor mij hebben. Heb jij toevallig nieuwe stuff hier zo, of niet? Een gouden horloge geeft je zeeën aan extra tijd om vijanden perfect op te stellen. Die wil ik! Ga jij nou eens even lekker weg, jongen. Zo, hoppakee. Het gouden horloge. Ja hoor, 4999 moenten. Dank u wel. Laten we die eens even activeren, hé. Breng een bezoek aan het Sensor Lab langs het picknickpad voor hun nieuwste snufje. De verborgen blokkenvinder. Moeten we weer daar naartoe? Dus verborgen blokkenvinder. Kom maar. Hoe meer accessoires, hoe beter, jongen. Let's go in the warpipe. En dan gaan we dat eens even testen, dat ding. Oké, let's go. Ja, die zal wel hier zitten, dat blokkie. Ja, kijk, dat is duidelijk. Oh, dan moeten we natuurlijk nog een keer tegenaan springen. Als het goed is, is er nog een blokkie. Is die dan precies hier? Ja, kijk, die is precies hier. Ja, dit was niet zo moeilijk, jongens. Maar nu gaven ze ook gewoon hints. Precies op de plek van een bloem. Deze zal wel dan hier in de midden staan. Ongeveer. Oh, kijk, ja. Hoppakee. Ja, oké. Dan eentje zal waarschijnlijk in een steen of een bosje zitten. Het bosje van Yoshi. Zit die hier? Ja, kijk, die hier. Ja, top. En dan springen. Ja, zeker wel. Zit er nog één? Zit die hier? Nee, ik voel het namelijk dat ding niet heel erg hard trillen. Volgens mij is het toch hier dan. Ja, kijk, hij zit toch in het bosje van Yoshi. Hoppa. Nou, handig toeltje wel, hoor. Ah, kijk, oké, dit is de puzzel der puzzels. We moeten waarschijnlijk hier slaan. Ja, en dan hoppakee. En dan kunnen we hier naar boven. En waarschijnlijk zit hier boven ook eentje. Hoppa. En dan gaan we eens even naar de andere kant. Gaan we eens eventjes hier naartoe. En er zit... Oh, dan moet ik denk ik hier slaan. Waar moet ik slaan? Moet ik hier slaan? Ja, kijk, ik moet daar slaan. Nice. Oh, en daar zit er boven nog één. Oké. Helemaal top. Lekker. Nou, bedankt voor deze nieuwe uitvinding. Deze zijn wel handig als je de game wil completen. Ik ga hem nu nog niet aanzetten. Maar als je de game ooit op 100% wil krijgen, dan is dit super handig. De verborgen blokken vinden. Yay! En het werk van deze gast, die is af. En hij weet niet wat hij nu moet doen. Hij denkt een nieuwe hobby. Misschien een origami cursus. Dat lijkt me handig. Dan kan je ons gaan helpen met het ontvouwen van al die origami wezens. Zo, dan hebben we alle upgrades weer gehad voor deze aflevering. Dan gaan we nu op zoek naar Professor Toad. En ik denk dat die ergens in de haven moet zijn. Zou die hier zijn? Nou, misschien is die in een of andere boot vertrokken richting de zee. Dus weet je wat? Ik ga maar gewoon even op de zee kijken. Weet je, zeelui onder elkaar, die vertellen ook altijd de grootste verhalen aan elkaar. Dus weet je wat? Misschien heeft deze kapitein wel gewoon Captain Toad gezien of zo. Olive zegt, wauw, de grote zee is zo groot. Dit briesje voelt zo lekker. Waarom ruikt het zo ziltig? Het is echt enorm. Ik kan het alleen maar omschrijven als episch. Maar groot dekt de lading ook wel. Oh, kijk, daar is een paarse lint. Wat doet het helemaal hier op de grote zee? Hij loopt wel erg ver door. Heel erg ver. Oh, moeten we gewoon dit paarse lint gaan volgen dan? De grote zee is enorm. Laten we dicht bij het lint blijven, zodat we het niet uit het oog verliezen. Oké. Oh, blijkbaar moesten we dit doen. Blijkbaar is Captain Toad nog niet aangekomen. Heeft hij de Submarino nog niet gevonden? Want anders dan hadden wij hem ook wel gevonden bij de Submarino. Yo, Shy Guy. Wat ben je hier aan het doen? Hij zegt, oh nee, ik heb hem laten vallen. Plont, een zak bomvol munten. De Pardoes de zee in. Oh,
En dan hebben we natuurlijk de Submarino nodig om die op te duiken. Oh, wow, hier eindigt het lint ook gewoon. Het lint gaat hier de zee in. We hebben de Submarino hier sowieso nodig. Mario, kijk, het lint loopt de zee in. Hoe kunnen we dat daar nou volgen? Ja, hallo. Nogal duidelijk. We hebben gewoon die onderzeeën nodig. Oh, daar loopt hij nog door. Kijk, daar is ook het paarse lint nog volgens mij. Kunnen we niet gewoon hier naartoe? Let's go. We gaan het paarse lint volgen. Oh, wacht. Die kapitein die zegt... Hey, stop. Stop eens even. De mist is onvoorstelbaar. Ik zie geen hand voor ogen. Hier raken we alleen maar in verdwaald. Ik keer terug voor we in de problemen komen. Wat een ellende. Hadden we maar een zeekaart. Dan konden we door die nevel navigeren. Trouwens, over zeekaarten gesproken. Hebben jullie van de befaamde kapitein Toad gehoord? Zie je? Zeelui onder elkaar. Sterke verhalen. Zo gaat dat. Volgens de verhalen was er vroeger een legendarische Toad die zich onder het water voortbewoog en een legendarische zeekaart had. Maar dat zijn oude zeemansverhalen. Daar is vast niks van waar. Nou, meneertje, ik heb die kapitein Toad gevonden, jongen. Ik heb hem onbevroren in de vorige aflevering. Als je dat nog niet hebt gezien, ga checken. Duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. Dat is gewoon gratis, dus weet je? Anyways, met zo'n zeekaart zouden we waarschijnlijk regelrecht door deze mist kunnen varen. En Olivia zegt, heb je het toevallig over die kapitein Toad? Want die kennen we en hij zei dat we hem in het museum konden vinden. Ik was net in het museum. Daar was hij niet. De zeeman gelooft ons niet. We hebben een legendarische kapitein uit de oudheid ontmoet en hangt een beetje rond in een oud museum. Jullie menen het, waar wachten we dan op? Laten we direct naar dat museum gaan. Ja, maar daar kom ik net vandaan. Nou ja, kapitein Toad is ook de jongste niet meer. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat wij daar eerder waren. We hebben ook die warp pipes gebruikt. Misschien wilde kapitein Toad wel gewoon even lekker de benen strekken. Is die helemaal gaan lopen naar Toaddorp en naar het museum? Ja, dan kan ik me voorstellen dat het iets langer duurt voordat hij daar aankomt. Oh, als ik gewoon op B druk, dan kan ik gelijk terug naar Toaddorp. Dat is natuurlijk helemaal moeilijk te doen door terug te varen. Nou jongens, daar zijn we weer. Terug in Toaddorp. Ja, en dan zijn we bij het museum. Zou die er nu wel zijn dan? Hallo! En Olivia die zegt, ja, ik had wel gedacht dat kapitein Toad hier wel zou zijn. Om ons te begroeten. Ja, dat dacht ik net ook. Hey, heb jij hem gezien? Oh, hij zegt, die bestaat niet. Dat is maar een oude legende. Kapitein Toad bestaat niet. Het is zeer aangrijpend, maar ook zeer denkbeeldig. What? Die bestaat wel, vriend. Kijk hem in die Submarino zitten dan. Ja, en de baas van het museum die zegt, hey, je mag er helemaal niet in. Luister naar dat bord. Dat staat op het bord. Mijn liefste Marino. Nog steeds beeldschoon. Nog steeds formidabel. Maar de tijd is meedogenloos. Olivia vraagt, heb je die zeekaart gevonden? Want, hey, die hebben we nodig. En kapitein Toad zegt, wat verloren raakt, wordt nimmer gevonden. Al wat resteert is een broken reflectie als een traan in de vijver. Maar ja, ik heb de zeekaart. Wat zit je dan te ouwehoeden? Ik stel een ruil voor. Breng mij en mijn vaartuig naar de grote zee, dan geef ik jullie de zeekaart. Hé, dat is geen probleem. Hé, daar is de andere kapitein. Kapitein Blue noem ik hem, want hij is blauw. Ja, logisch. Hij zegt, als dat ding de zee op moet, dan moet je bij mij zijn. Dan gaan we dit met z'n allen doen. Ja, de baas van het museum, die is het er alleen niet mee eens, want hij zegt, hé, wat met mijn tentoonstelling? Dit ding is het topstuk van het museum. Hoe dachten jullie dat te vervangen? Ah joh, ik vind wel wat voor je. Oh, kijk, daar gaan we. Ja hoor, de Submarino, die gaat weer het water in. Vanaf hier kunnen we zelf verder, zegt Hulptoad. Als je ooit een bootschoen nodig hebt, maar moet je Toads scheurijzers maar even bellen. Wow, een bootschoen? Dat is vet. Kapitein Toad die zegt in ieder geval, je hebt mijn dank. Dit mag je ook hebben. Hey, de zeekaart. Ja, ja. Olivia, die kan niet wachten op een avontuur op zee. Misschien maken we wel gave dingen mee. Hé, hey, dat rijmt. No shit. Het feit dat kapitein Toad echt blijkt te bestaan, noemen we in de museumwereld ook wel helemaal krankjoren. Dat zei de museumbaas. Dat zei ik niet. Ik las alleen maar voor wat hij zei. Maar de oude teksten laten er geen twijfel over bestaan. De Marino's van jou, kapitein. Veel succes en het gaat je goed. En als je ooit terugkeert naar ons nederige museum, geef ik je maar al te graag een persoonlijke rondleiding. Vaarwel. De andere kapitein is er ook klaar voor. En Toadje, die kapitein Toad, die is er ook klaar voor zo te zien. Gaan we dit doen, jongens. Ben je blij, kapitein Toad? Een reis van 1000 vademen begint met het vullen van enkele ballasttank. Kijk ons gaan met kapitein Toad erbij. Ja, 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 ja. Kapitein Toad is een mafkees. Doe eens even normaal. Beetje respect, Piet. Wegwezen jij. We mogen op L drukken, want dan zien we de... Oh, de... Oké, dan de zeekaart. De rode boot geeft je huidige positie weer. Kijk regelmatig op deze kaart, zodat je niet verdwaald raakt. Er staat nog niet veel op, maar ik zal de eilanden toevoegen die we onderweg tegenkomen. Oeh, moeten we naar Skull Island? Schedel Island. Een schedel eiland zou een geheim bevatten die te maken heeft met de mist die over de grote zee hangt. En laten we daar beginnen. Ja hoor, we gaan lekker een eindje varen. Lekker man.
onderzeeërtje erbij. Ja, hier lag als het goed is een schat. Ga eens even duiken. Hier lijkt iets te zijn. Wat valt er te ontdekken? Oeh. Oh, dit is vet. De bodem van de grote zee is prachtig. Ah, dit is super cool. We zitten in een onderzeeër. Dit is echt vet. Oké, nou moeten we eventjes even kijken of we die grote zak met munten kunnen vinden. Ik zie helemaal niks, jongens. Oh, hier. Hier is die. Ja. Pak hem. Grijp hem. Trekken. Nice. Hoeveel muntjes zijn dit? Een zware zak. Oh, dit is een sleutel. Een zware zak munten? We mogen niet stiekem kijken. Wat zit hierin? Shy guy, ik heb je munten. Oh, je hoeft hem niet? Oh, je wil hem wel. Dit is zijn portemonnee. Ik heb hem gevonden. Hier een beloning omdat we zo eerlijk zijn. Kijk, 1000 muntjes. Oké, shy guy. Mazzel. Kunnen we hier ook duiken dan? Dit lijkt me ook wel interessant om te kijken hoe dit met het lint gaat hier. Kijk, we zien hier dat de lint inderdaad, dat gaat inderdaad helemaal de bodem in. Oh, en dat was het. Nou, dan weten we in ieder geval ook hoe dat er onder water uitzag, jongens. Dat is ook wel relevant, hè? Oh, wow, oké, battle. Ik zag die visjes niet. Waar is kapitein Toad? Kapitein Toad is weg. Hij is hier niet meer om ons te helpen, jongens. We moeten dit nu alleen gaan doen. Ja, ik denk dat die visjes niet super sterk zijn, toch? Die moeten we toch wel met één sprongetje kunnen nakken. Ja, kijk, lekker. Kijk, de tribune, die zit ook alweer behoorlijk vol, jongens. We hebben behoorlijk wat tootjes gevonden. Het is nog niet helemaal vol. Er kunnen er nog wel een paar bij, maar we gaan de goede kant op, volgens mij. Hoppa. Oh, die bloopers die zijn nog niet kapot. Dit is jammer. Dit is heel jammer. Hoppakee. Nu zijn ze wel kapot. Kijk, en als kapitein Toad hier nou nog was, dan had hij even die krabbies hier allemaal kapot gemaakt. Maar helaas. Die krabbies die noemen ze in Mario taal blijkbaar sidesteppers. Nou, sidestepper op je bakkes, jongens. Hoppa, muntjes erbij. Lekker. Ja, hadden jullie dit nou maar nooit gedaan, hè? Cheap sheeps. Oké, eens even kijken. Liggen we nog op koers? Zo, maar die zee is best wel groot. We liggen inderdaad flink op koers. Als we zo gaan, dan varen we als het goed is recht. Recht tegen Schedel Island aan, jongens. Kapitein Toad zegt ook niet geraced. Mijn zeker, die wijzen jullie wel de weg. Hoe lang gaat het? Ja, hier. Hier is het. Hier is het. Het is Schedel Island. Dit ziet er ook wel weer vet uit. Alleen voor die vogels moeten we oppassen. Olivia, die vindt het best wel eng. Ah joh, valt best wel mee. Kapitein Toad zegt ook, laat je niet bang maken. Verken het eiland. Geheimen wachten op je. En ik wil horen wat zij zijn. Ga je niet mee dan? Ik bedoel, jij bent de legendarische kapitein Toad. Je zou toch zeggen dat jij wel met me mee wil, maar nee, je wil niet mee? Nou, weet je wat? Dan gaat Mario lekker helemaal alleen doen. Muntjes. Even de gaten vullen hier zo. En hier zo. Kijk, hier zitten lekker veel muntjes in. 1000 muntjes er weer bij. Dat kunnen we goed gebruiken. Want we pikken deze vuurbloem. En we gaan eens even kijken wat deze Sniffit allemaal voor accessoiretjes heeft. Een lucratieve stappenteller. Wow, een beloning volgt als je hiermee 10.000 stappen zet. Maar dit ding kost 14.000 muntjes. 14.000! Ik heb de helft. Holy moly, man. Ik wil hem wel hebben. Maar hij is veel te duur. Nou, ik heb er weer 20 bij, jongens. Ik heb weer 20 muntjes erbij. Hier, nog een paar erbij. Oh ja, kijk, zo komen we er wel. Alright, eventjes deze kant op. Even dit gat vullen. Oh, hallo? Hij wil dit gat niet vullen? Oké, dan niet. Dan ga ik lekker hier naartoe. Kunnen we dit gat wel vullen? Nee, wil die ook niet vullen? Ik kan hier ook niet naar binnen, trouwens. Dat zal later wel komen. Gaan we even hier naartoe. Gaan we dit gat vullen? Nee, ook niet. Wat is hier? Hier is een tootje. Toad, ik kom je redden hierdoor van Schedel Eiland, jongen. Je hebt me gered en als dank zal ik je laten zien waar je een schat kan vinden. Ik ben te lui om zelf op te duiken. Nou, bedankt. Waarschijnlijk als we gewoon heel erg veel gaan varen, dan komen die muntjes vanzelf al. Dan hebben we op een gegeven moment vanzelf al die 14.000 muntjes. Maar hier zijn we nog niet klaar op dit eiland. We moeten deze kant op. We moeten... Oh. Ik wou dat blokje hier pakken, maar dat gaat niet. Nee, we moeten inderdaad door. Dan pakken we dit blokje hier. Oeh, nice. Een glanzende ijsbloem. Ik heb best wel veel wapens volgens mij. Kijk hoeveel ik nog heb. Ik heb vooral nog heel veel hamers over. Ja, en natuurlijk nu ook een vuurbloem. Eens even kijken, we moeten even hier dit gaan vullen. Ik denk dat dit de bedoeling was van dit eiland, van Schedel Eiland. Om even lekker een bak koffie te gaan drinken hier met iemand. Wow, dit ziet er uitgestorven uit, jongen. Ja, dat past ook wel bij Schedel Eiland. Welkom in het Knekelcafé.
Een morbide mokka? Lijkt me niet zo lekker. Maar blijkbaar moet ik het wel gewoon drinken. Een morbide mokka. Nou jongens, dit zal wat worden. Wat jouw probleem, Mario? Jij niet houden van lepel? Dat is een bot, vriend. Jij wil mijn alleen koffie hier heel lekker zijn. Ja, ik geloof je, maar ik denk niet dat het echt mijn smaak is. De barman die vraagt ook, zou je misschien niet op onze lepels willen kauwen, vriend? Oh, gaan we het echt opdrinken? Ja, met die andere drybones gaat het niet zo heel erg goed. Die ligt daar half op de vloer. Ja, ik word hier niet echt heel veel wijzer van, voor mijn gevoel, jongens. Eigenaar was hier grote kampioen op en neerlopen in de oude dagen, maar hij is geen opschepper. Daar had ik volgens mij helemaal niks aan, jongens. Ik heb hier niet heel erg veel van geleerd. Kan ik hier inspringen? Is dat het? Kijk, dat is het. Oh, Goombas. Ja, dag Goombas. Ik moet denk ik hier een vuurtje aanmaken. Maar ik kan hier niet zomaar een vuurbloem gebruiken, toch? Nee, die kan ik niet gebruiken. Olivia, wat moeten we doen? Help me. Nu we één oorgat hebben verkend, moeten we het andere ook even bekijken. Oh, is het een puzzel? Oké, het rechteroog van de grote skull staat aan. En pilaren 1, 3 en 4 staan aan. Let's go. We gaan het andere oorgat in, jongens. Hoppakee. Hier staat het linkerooggat aan. En hebben we een battle. Daar zit ik niet op te wachten, want ik ben midden in een puzzel. Ik ga mijn glanzende schoenen even kapot maken, want die zijn toch al bijna verrot. En ik heb nog genoeg schoenen over. Wel jammer dat ik ze daarmee niet in één keer sloop. Dat had ik wel eigenlijk verwacht. Potverdorie, jullie droeftoeters. Ga kapot. Lekker. Nu dan, glanzende ijzerschoenen. Hoppa. Ze hebben allemaal 30 HP volgens mij. Ik maak ze net niet kapot. Heel jammer dit. Maar ja, dit komt wel goed. Komt wel goed. Mario is sterk genoeg, jongens. Hop. Hoppakee. En klaar. Oh, juist. Oké. Okay. Kijk, deze kunnen we wel neerslaan. Kunnen we ze dan ook omhoog draaien? Ja, kijk. Volgens mij waren 1, 3 en 4 aan. Ik heb in ieder geval nu de muur ertussenin weggehaald. Zou dit betekenen dat deze naar beneden moet en deze misschien naar boven? Ja, kijk. Dit is de oplossing. Nice. Het moest dus blijkbaar symmetrisch staan. En nu staat het symmetrisch. De puzzel is opgelost. En dan gaan we even een klap hierop geven. En wat gebeurt er dan? Ja, het deurtje gaat open. We kunnen naar boven. Ah, dit voelt echt als Zelda van vroeger gewoon. Kistje openmaken. Hey, kijk de miniatuur van de Super Marino. Nice. Nou, let's go. Dan gaan we maar eens naar buiten. En nu? Wat kunnen we nu doen dan? Oh, oké. We kunnen hier naar beneden vallen. En dan kunnen we hier naartoe en hier een klap tegenaan geven. Wow, wat is dit voor legendarische engel? Dit is de engeltoad. What? Verkrijg toegang tot het paradijs. Drie bollen op Ruiteneiland. Ontsluimen de ultieme prijs. Wow, oké. We moeten dus naar Ruiteneiland. Oh, crap. Oh, what? Dit is een gigantische ventilator. Gaat de ventilator de mist wegblazen? Dat zou even chill zijn, hè? Dat zou even zwaar relaxed zijn. Er komt er even een ventilator uit de zee zetten. Oh, man. Ja, kijk, dit ziet er allemaal een stukje vrolijker uit nu weer. Kijk eens. Zelfs Skull Island ziet er nu vrolijk uit. Inderdaad, de mist is helemaal opgeklaard. Dat was geweldig. Wie zoekt, die vindt. Bij de wolken begint een paradijs boven de wind. Bedankt voor al deze hints. Ja, dank je. Dat klinkt leuk, zegt Olivia. Maar we moeten eerst met het perselint afrekenen. Ja, dat lijkt me handig, ja. Maar ik denk dat we deze hints moeten gebruiken om uiteindelijk de tempel te openen naar dat paarselint of zo. En dat gaan we in de volgende aflevering even uitzoeken, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog voor Schedel Eiland. Abonneer op dit kanaal als je meer Pokémon en vooral Paper Mario video's wil zien. Wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Nee! Jij moet even je mond houden, want dan zie ik je gewoon daar. Of bij de volgende video. Mazzel!